Wethouder Wegman nam woensdagmiddag de DVD Intensieve Taalklassen in ontvangst. De film gaat over ervaringen van leerkrachten die extra lessen geven aan mensen met een taalachterstand. De film is bedoeld als scholingsmateriaal voor andere docenten. De gemeente trekt voor het project jaarlijks €650.000 uit. In Apeldoorn zitten 130 kinderen in 14 van deze speciale klassen. De DVD gaat komende dinsdag in première.